Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Fasten your seatbelts. We gaan vliegensvlug door de hits. Enjoy your flight. It's party time. Ernest van Loon. Zo, goedemorgen vlogvrienden. Het is inmiddels 6 minuten over 12. Ik had al 3 keer in Nederland moeten zijn, maar dat ging niet gebeuren. Ik vlieg natuurlijk vandaag met Transavia. Verwachte vertrektijd was 9:45, maar we hebben een defecte motor. Nou, ben ik blij dat we die op de grond hebben en niet in de lucht. Maar we hadden een hele voortvarende piloot die zei van nou, dat ga ik wel even regelen. Nou, hij heeft het niet geregeld. Maar De piloot staat daar uitleg te krijgen. Wat heb ik hier? Ik heb een refreshment coupon. Aangeboden door Transavia. 4 hele euro's en 91 eurocenten. Dus die ga ik nou zometeen maar even verbrassen. Ondertussen heb ik ook de informatie gekregen over dat het heel lang gaat duren, zeg maar. Nou, voor de mensen die erop zitten te kijken, ik ga je zo weer zien. Zo, lieve kijkbuisvrienden, daar zijn we weer. Hè? Ja, we staan nog steeds op de luchthaven van Praag. Ik heb zojuist de piloot gesproken. En we hebben lotnummer 888. Hè? En dat betekent al bij 3 uur vertraging zijn we 2.500 euro rijker. Nou, die hebben we alvast in de pocket. Hij zegt, ik beloof dat je dat ik 5 minuten extra vertraging maak, zodat je in ieder geval je 2.500 euro haalt. Hoeft hier niet zoveel moeite voor te doen. Die 3 uur hebben we al in de pocket. En natuurlijk 4,90 euro aan eten, hè, jongens. Ik bedoel, als je de luchthavenprijzen bekijkt, dan weet je in ieder geval wat het kost hier, zeg maar. Dus ik kan er in ieder geval vast een appel verkopen. Dat is alvast een goed begin. Nou, dobbeliedeer een hele goede middag, lieve vrienden. En we hebben er weer een, hoor. Ja hoor, we zijn 3 uur verder. We hebben nu lotnummer 1703. En die is waard 250 kronen. Dat betekent 2 appels. En we wachten nog even af. We hopen dat we om 2:30 weer een poging gaan doen. Nou, tot die tijd ga ik even 2 appels eten. Het is hartstikke gezellig bij Transavia. En inmiddels is het 38 minuten over 1. En jouw haar staat op het bord 14:30, C18. Ja, we gaan het meemaken. Vanmorgen zouden we dat ook doen. 9:45, D2. Niet gelukt. Probeer het zometeen nog een keer. C18. Om 2:30. Ondertussen gaan we nog even 250 kronen verbrassen. 2 appels. Zo, nou, daar zijn we dan hoor. 2:55. We krijgen zelfs nog een busreis van Transavia. Nou, daar heb ik de hele dag naar uitgekeken, jongens. Nou, kijken of dat vliegtuig het nu wel doet. Hij stond ergens daar, geloof ik. Dus we gaan even kijken. Ik ben benieuwd. Hopen dat hij het nou wel doet, zeg maar. Ik wil nou toch eigenlijk wel naar huis, zeg maar, na bijna 5 uur. Echt wel, ja. Nou, inmiddels is het 3:50. Dat vliegtuig, dat komt me bekend voor, zeg maar. Dat heb ik vanmorgen om 9:45 ergens eerder gezien. En toen ging het ergens heen. Laten we nou hopen dat het beter gaat. Dan had ik gewoon kunnen zeggen, ik zie jullie in Eindhoven. Tot straks. Dit was het voor vandaag. Namens Ernest van Loon, bedankt. En tot ziens.